Maar laat dat dan ook even meteen een mogelijkheidje zijn om iets lekkers voor mezelf te halen. Mama wordt wel een beetje gek vandaag van jullie. Wat gaan wij doen? Naar de dino's. Maar ik snap dus nooit hoe die pony's altijd zitten. Kijk dan, zie ik zo nog iets? Nee. Nou, het is inmiddels 9:45, maandagavond. En Rob en ik die zaten net lekker in, of die lagen net lekker op de bank. En toen bedacht ik me in één keer dat wij geen melk meer hadden. En aangezien onze kinderen 1 à 2 liter melk per dag drinken, moest ik per se naar de Albert Heijn. Maar laat dat dan ook even meteen een mogelijkheidje zijn om iets lekkers voor mezelf te halen. Dat ga ik dus even doen. En ik denk dat dat een stukje chocola-ijs of wat zullen wij eens nemen vandaag? Op Tijn en Xel hebben echt tering lekkere dingen. Vandaag is zo'n dag dat ik al 500 keer boos ben geworden. Hoor? Is mama boos? Ik heb al tot 2000 geteld vandaag. Ja, weer tot 50 tellen denk ik. Nou, dit is al de hele ochtend. Rover die de hele ochtend al aan mijn been hangt. Wolf die de hele ochtend aan het schreeuwen is. En iedereen bijt en slaat. De meisjes die ruzie maken en dingen van elkaar afpakken. Ik word helemaal gek. Ik zei nog even op van als deze dag nog heel veel langer zo doorgaat, dan wil je mij niet meer in huis hebben. Wat is er? Huh? Mama kan jou niet de hele dag optillen. Nee, nou zullen we dan maar weer naar buiten gaan? Zal mama jullie weer buiten zetten? Wie wilde mee naar buiten? Oké, gelukkig. Oh, maar dan zie ik deze. Blauwe oogjes. En dan hou ik weer zoveel van jullie. Maar mama wordt wel een beetje gek vandaag. Ja, Rovertje. Mama wordt wel een beetje gek vandaag van jullie. Dus ik hoop dat jullie nog heel vaak sorry vandaag zeggen tegen mama. Dan is mama weer blij. Ja? Hé, hey, zullen we naar buiten gaan? Jasjes aan? Ja? Go! Nou, de drieling is in de tussentijd lekker aan het spelen. Dus dat gaat goed. Ze stoppen alles momenteel nog steeds in hun mond. Dat was vorig jaar ook zo. Ik had eigenlijk gehoopt dat het dit jaar niet meer zo zou zijn. Maar, nou ja, ik denk nog een paar maandjes. Want ja, dat is met een drieling en een peuter heel irritant. Om alles de hele tijd uit hun mond te halen. Kijk, hier liggen overal allemaal stukjes, besjes, steentjes, nou ja, blaadjes, van alles. Nou, en Wolf die is dus nog echt de hele ochtend aan het schreeuwen. Ik word daar knettergek van. Rob die kan daar iets beter tegen, maar ik kan daar echt niet meer tegen. Op dit soort momenten zit ik lekker weer aan de koffie. En moet ik altijd maar eventjes mijn momentje pakken om op te laden, want anders dan ga je deze dag niet overleven. Dan zit ik dus lekker zo. En dan is iedereen, Rob die is met Wolf bezig, is ook wel eens chill. En de drieling die is lekker van alles en nog aan doen, met water en zand en Maar dit soort dagen zijn echt intens. Dan kan ik echt om elke scheet word ik dan boos en dan loop ik echt als een wervelwind door het huis. Rob die is dan ook altijd bang voor mij. Maar daar kan ik ook niet van doen. Dat is hoe mijn moeder door het leven gaat soms. Nou, en daar is eindelijk de boze man. Wolf, ben je nog boos? Nee, je bent lekker aan het spelen, hè? Wilde jij gewoon heel graag naar buiten? Rob. Ja? Ik moet 4 kinderen entertainen, ja, maar zonder water. Deze man. Die heeft altijd maar makkelijk praten. Ja, nee. Jij maakt er allemaal rommel van en dan is het zeur over. Jij maakt er allemaal rommel van. Dan is het zeur over dat het te vies is. Ik volg jou. Ik kan het dom filmen. Oh. Nou, oké, we gaan.
Nou, maakt je leven schijnt de zon, hè? Nee, jij maakt je leven heel moeilijk. Oké, nou. Met de camera. Dit wordt ook een hele fijne dag tussen ons, hè? Doei! Doei, camera. Wat gaan wij doen? De dino's. Naar de dino's! Ja. Is cool, hè? Ja. Nou, ik heb even een ochtendje quality time met Wolf. Dan gaan we lekker naar de dino's, naar de dinosaurus Rex. Ja, ik weet alle namen van de dino's niet eens, Wolf. Dat is slecht, hè? Maar die gaan wij zo leren. Ja. Gaan we lekker samen, hè? Gezellig. Zeg maar doei doei. Doei doei. Ja, ga maar. Ja. Nou, superleuk. En het is echt fantastisch weer. Leuke schat. Die van je vatten. Ja, dat zijn flamingo's. Ja, die zitten, staan in het water. Heel goed. Zo, dat is de dinosaurus Rex. Kom. Oh, nee, eng. Nee, is niet eng. Mama, houd je hand vast. Kom. En terwijl Wolf en ik heerlijk in de zon zitten te genieten van het dinopark. Ja, het dinopark. Het dinopark, daar zijn wij, hè? Oh, ja. Is Rob thuis met de fysio. Die komt voor de laatste keer kijken naar de drieling. Een jaartje hebben we dan fysio gehad voor de drieling. En heel fijn. Maar nu is het niet meer nodig. Dus wij blijven hier nog eventjes lekker, hè? Is lekker broodje? Hé, hey, en welke dino's heb jij allemaal gezien? Een krokodil. De krokodil? Die is een krokodil. Daar is een krokodil. En welke dino's heb jij gezien? Heel veel, hè? Ja. Een heel groot park. Leuk met mama? Ja. Ik hou van jou. Zijn lekker even samen, hè? Nou jongens, het is vrijdagavond en ik lig nu voor 5 minuutjes even op de bank. De ouders van Rob die zijn net weg, die zijn even hier komen eten. Nu zijn Rob en ik bezig met het inpakken van de spulletjes voor dit weekend. Want Rob en ik die gaan dit weekend fucking leuk met z'n tweeën carnaval vieren. Heel veel zin in. Alleen, nu vragen jullie natuurlijk af, wat gaan jullie met de kinderen doen? Ja, daar moesten wij ook even over nadenken. Maar het is ons gelukt. Rover en... Moet ik even denken. Rover en Bowie die gaan uitlogeren. En Wolf en Filou die blijven lekker thuis. En twee super super fijne en lieve oppassen gevonden. In onze omgeving. Heel fijn. Maar naast het inpakken moet ik natuurlijk ook een outfit gaan zoeken. Ik had vandaag echt tering dikke stress. Want ik was natuurlijk weer te laat met een outfit regelen. Ik had ook niks online besteld en ik ben erachter gekomen dat wij tijdens de verhuizing vorig jaar denk ik alles hebben weggegooid. Dus ik had even hele erge kledingstress. Maar het is me gelukt. Ik moet alleen vanavond nog even wat dingen bij elkaar zoeken en dan hoop ik dat ik alles bij elkaar heb gefrutseld. En dat ik er weer als een lekker snollebolleke uitzie. Nou, zie hier. 2 keer uitgeschreven een heel schema voor alle 2 de oppassen. Nou, Robje die is al helemaal... Die is mooi, maar moet wel een broekje aan. Helemaal klaar. Ik zou jou zeker doen zo. Ja, hè? Maar ik vind dat broekje wel een beetje gek eronder. Een mooie kleurencombinatie ook. Ja, mooi. Hé, hey, Api. Ben je er blij mee? Mooi hoor, ben je er blij mee? Ja. Nou, ik ben vandaag dus even heel snel naar de Bershka gesprint. En daar heb ik deze coole outfit gescoord. Heel snel. Nou, ik ga zo eventjes een pruikje erbij opzetten. En dan kijken hoe ver we komen. Nou jongens, dit is hem. Echt super blij mee. Ik zou bijna in het echt zo rond willen lopen. Elke dag een andere pruik. Lijkt me best cool. Maar ik snap dus nooit hoe die ponies altijd zitten. Kijk dan, zie ik zo nog iets? Nee. Deze vette gouden glitterhoed past mooi bij de ketting. Ja, ja. Hé, hey, heb ik in een uurtje geregeld, hè, deze outfit. Hoppakee. Lekker! Oh!
Twee slaapjes gevonden. Marianne Vloe? Ja! Het is zondag, hè? Het is voor iedereen een chilldag. Oké. Behalve voor mama en papa dan, denk ik. Het is zondag, hè? Oké.